ik vind altijd toch samen zijn van de mensen. De mensen dan op dit moment die komen, die ken ik bijna allemaal wel. En mijn kennis ook wel. Dus als je 40 jaar hier rondloopt, dan vind ik het dan prachtig om dan toch weer samen te zijn hier in de kerk. Ja. De Rooms-Katholieke Kerk in Haarsteeg bestaat dit jaar 150 jaar. In september vond er al een speciale jubileumviering plaats. Volgens de pastoor is de kerk van groot belang voor de Haarstegenaren. Die houden wel van hun kerk. Hè? Want ja, die kerk is beeldbepalend voor het dorp. En in die kerk hebben ze natuurlijk van alles meegemaakt. Hè? Hier zijn hun kinderen gedoopt. Hier zijn ze zelf gedoopt, ook al weten ze dat niet meer. Hier hebben ze hun eerste communie gedaan, of hebben hun kinderen hun eerste communie gedaan. Hier zijn ze getrouwd, er is gerouwd, getrouwd. Er is van mensen afscheid genomen in deze kerk tot op de dag van vandaag. Naast de jubileumviering is er ook een tentoonstelling in de kerk te zien. We hebben ook een tentoonstelling gemaakt voor die gelegenheid, waarin in feite teruggeblikt wordt op 150 jaar bestaan. Hoogtepunten, dieptepunten, maar vooral ook momenten die karakteriserend zijn geweest in de loop van die 150 jaar. Onder andere restauratie van de kerk, restauratie van de sacristie. En onder andere, ik sta er ook op, ik heb hier de kerk ook nog heel veel op het technisch gebied doe ik in de kerk altijd. En klusjes die in de kerk gedaan moeten worden. Dus ja, dat doe ik net, ik zeg al 40 jaar doe ik hier in de kerk, ja. Het aantal kerkgangers neemt al jaren af, maar toch blijven de Haarstegenaren trouw hun kerk bezoeken. We hebben dus nog iedere week een eucharistie hier in deze kerk. En die wordt ook vrij goed bezocht. Hè. Dus het bezoek is niet... Natuurlijk, het loopt niet over. Hè. Dus het is niet zo dat er geen plaats is in de kerk. Er is plaats genoeg. Maar we hebben altijd toch een 50, 60 mensen in de kerk. Meestal op zaterdagavond. En dat is toch voor huidige begrippen niet verkeerd. Ja, het is zo, de oudere generatie daar, die komen nog naar de kerk, maar de jeugd, de jongeren, die spreekt de kerk niet meer zo aan, de katholieke geloof niet. Nee. Maar de oudere generatie die komt nog trouw naar de mis op een zaterdagavond. En of ze de kerk over 50 jaar nog zien staan? Dat weet ik niet, want dan ben ik er niet meer, denk ik. Ik mag het hopen, maar... Ja, dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Hè. Vandaag de dag is het voortbestaan van kerken sowieso niet vanzelfsprekend. Die toekomst is ongewis. Die toekomst is ongewis. Kijk, een kerk onderhouden vraagt natuurlijk toch heel wat financiële middelen. Nou, die lopen niet over vandaag de dag. En dan druk ik me heel voorzichtig uit.